Yo mensen, mijn naam is Jan, ook al Raski genoemd. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe serie die ik op mijn kanaal ga starten. Je ziet het ook al in de titel staan, maar ik ga er nog even niks over zeggen. Ik ga eerst even wat over de gameplay zeggen op de achtergrond. Je ziet natuurlijk dat het slechte kwaliteit is, dat ziet volgens mij iedereen wel. Dat komt omdat dit nog is opgenomen met de Roxio Game Capture. Ik heb nog ongeveer 4 video's op mijn computer staan die ik nog wil gebruiken. Vooral voor deze serie, omdat het goed aantoont hoe je een MOAB moet halen. Nu heb ik eigenlijk al verklapt wat de serie is, maar... Ja, dus... Er komen nog 4 gameplays in Roxio kwaliteit. En daarna stap ik gewoon volledig over op HD kwaliteit. En ga ik ook niks meer met de Roxio doen. Ik stuur hem weer naar mijn vriend toe over de post. Want ik heb hem natuurlijk van hem gekregen. Ik ga hem niet een giveaway doen of iets dergelijks. Ik doe alleen een giveaway als hij zegt... Ja, ik hoef hem niet meer terug. Ik gebruik hem toch niet. Doe maar een giveaway. Bla bla bla. Alleen dan doe ik een giveaway. Maar dat horen jullie vanzelf wel. Maar... Ja, vergeef me nog even voor de gameplays die nu nog gaan komen met de Roxio game capture kwaliteit. Zometeen is het gewoon allemaal HD-kwaliteit en dan kan je alles zien, kan je alles lezen en et cetera. Maar snel door naar het onderwerp, anders is de gameplay alweer afgelopen. Het onderwerp is MOAB tips. Ik ga 3 afleveringen maken, of misschien wel 4. Het ligt eraan hoe snel ik praat, hoe snel ik een onderwerp kan behandelen. En in elke aflevering praat ik met jullie over bijvoorbeeld de wapens, de tactiek, de killstreaks, de support die je nodig hebt, dat soort dingen. In elke aflevering behandel ik een onderwerp en het zullen waarschijnlijk 3 afleveringen worden... Misschien nog wel 4, maar ja, dat merken we dan wel weer. In de eerste aflevering van vandaag ga ik behandelen de perks die je moet gebruiken. Deze perks die ik ga behandelen is gewoon in mijn opzicht wat ik de chillste perks vind. Wat ik eigenlijk nu altijd gebruik. In deze gameplay gebruik ik nog andere perks, dus daar moet je verder niet op letten. Maar die ik nu eigenlijk altijd gebruik in elke gameplay. Zo, sorry daarvoor. En ja, dat vind ik het chillst. Ik vind dat het chillst om te gebruiken. En jullie mochten dat misschien niet vinden. Maar ja, dat... Dat kan, je kan het een keertje uitproberen als je dat nog niet hebt uitgetest. En als je het niet chill vindt, dan gebruik het dan gewoon niet. Gebruik je eigen perks. Maar ja, dit zijn wat ik chill vind. Dus we gaan snel door naar de eerste perk, anders is de gameplay alweer afgelopen. De eerste perk die ik eigenlijk altijd gebruik is Scavenger Pro. 1 simpele reden, genoeg ammo. Genoeg ammo is eigenlijk hetgene wat je wil om MOAB te halen. Het is natuurlijk een 24 killstreak dat je moet halen. En als je geen scavenger hebt, dan kom je eigenlijk altijd zonder ammo te zitten. Dan moet je wapens van de grond afpakken, dan moet je dat pakken, dan moet je dat pakken, dan moet je dat doen. En dat vind ik gewoon super irritant. Ik spam met een wapen, ik wil het wapen gebruiken en ik wil niet mijn secondary gaan gebruiken. Ik wil niet de wapen van de grond afpakken, want dat is gewoon niet chill. Dat is niet je eigen wapen, is niet waar je aan gewend bent. En is waarschijnlijk ook niet waar je MOAB mee haalt. Als tweede perk heb ik eigenlijk altijd aanstaan Hardline Pro. 1 simpele reden, assist. Ik ga dat bij elke perk volgens mij doen, 1 simpele reden. Maar dat doet er verder niet toe. Maar ja, assist. Bij Hardline Pro krijg je natuurlijk bij elke 2 assists krijg je een kill. En dat helpt echt super bij je MOAB. Soms heb ik maar 20 kills en 8 assists en heb ik gewoon alweer een MOAB. In deze gameplay ook. Ik haal volgens mij 4 assists volgens mij in de hele streak. En dan heb ik dus alweer 2 kills minder nodig voor mijn MOAB. Nee, 3 zelfs. Want als je geen Hardline hebt, dan heb je 25 kills nodig om een MOAB te halen. Met Hardline 24. Dus dat helpt ook nog eens. De derde perk die ik altijd aan heb staan, echt dat is serieus, echt altijd op elk wapen, op elke class, is Stalker. En ja, Stalker, in mijn opzicht vind ik het een beetje overpowered, de perk. Maar ja, dat vind ik. Ik vind wel meer dingen overpowered, maar daar ga ik het verder niet over hebben. Gewoon één simpele reden, ga ik het weer één simpele reden, waarom zeg ik het nog steeds? Gewoon, kijk, je ziet hier ook, ik loop inzoomd gewoon op dat ventje af en ik haal mijn MOAB. Zonder Stalker had ik dat waarschijnlijk niet gered, dat ik gewoon op dat ventje af kon rennen en hem killen. Als ik... Zeg maar, marksman aan had, dan duurde dat... Het zal het zijn 5 keer langer voordat ik er bij dat mannetje was. Dus dat vind ik echt super handig. Ik wil het ook niet bij mijn specialist pas unlocken, want dat vind ik gewoon irritant. En een betere derde perk vind ik eigenlijk niet dat het er is. Misschien Sitrep Pro, dat is natuurlijk ook super chill. Maar als je geen goede headset hebt, dan heb je daar natuurlijk ook eigenlijk niks aan. Maar snel door naar de specialist perk, want de gameplay is alweer bijna afgelopen. Als eerste unlock je hard... Als eerste unlock je sleight of hand, sorry. Gewoon simpelweg je reload super snel als je in... Combat fights komt waar je 2 tegen 1 is. Je killt 1 ventje, komt out of ammo te zitten. Je moet reloaden. Dan heb je sleight of hand echt super veel. En je reload snel, je switcht snel van wapen. Als tweede perk unlock je Assassin Pro. En dat komt als de enemy UAV hebt, dan ben je gewoon de lul. Ze zien je, ze wachten op je in hoekjes. Je loopt een hoekje om en die enemy staat je gewoon al op te wachten. Als derde perk unlock ik altijd eigenlijk Blast Shield. En dat komt door de Deadman's Hand. Als je in een party speelt... Echt superveel mensen halen daar Deadman's Hand in. En dan ben je gewoon de lul. Als ze ontploffen, pff, een kleine MOAB. En iedereen die eromheen staat is gewoon dood. Maar ja, test deze perks een keer uit. Morgen heb ik voor jullie de andere aflevering van de MOAB tips. En de dag daarna weer een aflevering. Dus het komt allemaal achter elkaar. In de volgende aflevering heb ik het weer over iets anders. Geef deze video een duimpje omhoog, zodat meer mensen deze serie kunnen zien. Laat een reactie achter. En ik zie jullie morgen weer bij de nieuwe MOAB tips.